Ja, Henk van Stee, Ajax gaat de jeugdopleiding van Sparta verder ondersteunen. Ik begrijp dat ik het geen samenwerken mag noemen. Dus daarom de eerste vraag. Dus wat gaat het concreet in de praktijk betekenen? Nou ja, is al een x-aantal jaren een goede relatie met Ajax. En Ajax die ziet dit gebied toch wel als een heel vruchtbaar gebied. En gezien het verleden met de spelers die afgeleverd zijn. In Nederland zelf al spreekt de boekdelen met de Roon en Strootman en Dumfries. Dat ze gezegd hebben, joh, we willen heel graag wat meer met Sparta. En ja, wat Ajax nu doet, dat is wat ik ook altijd heb gezegd met betrekking tot de amateurclubs. Wij zijn afhankelijk van amateurverenigingen die ons hele jonge jeugdspelers aanbieden. En Ajax is afhankelijk van wat de rest van de BVO's afleveren en om ze verder te ontwikkelen. En ja, Ajax ziet in ons een prima partner om hun eigen opleiding verder inhoud te geven. Dus zij kunnen, als ik je goed begrijp, makkelijker spelers bij jullie uit de jeugd overnemen? Ja, maar dat was altijd wel zo. Alleen hun zeggen, kijk, dus nu geven ze officieel aan dat ze Ajax een platform geven. Dus op het moment als Sparta talentvolle spelers hebben lopen van 15, 16, 14 jaar, dan is de mogelijkheid dat ze bij Ajax kunnen trainen en eventueel gaan spelen. En dan zullen wij alle medewerking verlenen in dat opzicht. En daar gaat in dit geval gaat Dolle Vrokstra natuurlijk uiteraard over de jeugdopleiding. Ja, nu kunnen spelers op die leeftijd sowieso volgens mij door elke club altijd weggekaapt worden of weggehaald worden. Je hebt nog steeds niet de garantie als Ajax zijnde dat ze daadwerkelijk dan komen. Nee, absoluut niet. Maar toch, Ajax gelooft in zichzelf. En wij zijn ze ook verder niets verplicht. Wij geven alleen maar op het moment als wij een toptalent hebben lopen en er zijn andere clubs ook geïnteresseerd, dan zullen we toch aan de bel trekken naar Ajax toe. Van luister, wij hebben er ook één, houd het even eens in de gaten. En dan hebben hun de eerste keuze, ook als ze hebben te spelen, alle recht om zelf ook nog naar een andere club te gaan. Wat levert het jullie op? Want er gaan dan spelers misschien wel eerder of nog makkelijker weg. Dan denk ik, ja, je wil ze het liefst zelf behouden, zou ik zeggen, dat het zulke grote talenten zijn. Nou, het voordeel is ook, hier vergis je niet, want op het moment dat een spelertje van 14, 15 jaar naar Ajax gaat en na 3 jaar valt hij af, dan kan hij gewoon vrij terugkomen. Dan staat er geen poolreglement tegenover. Dat is heel interessant voor spelers. Want als ik een spelertje was van 15 en ik ga naar een club en 2, 3 jaar later wil ik eigenlijk weer terug, want ik red het niet, dan staat er een poolreglement tegenover. Nu niet. Daartegenover is Ajax bereid om ons te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van onze opleiding. En dat, ja, dan kan je wel invullen wat dat betekent. Geld? Uiteraard. Dat is altijd lekker, toch? Bedragen, ja, ik ga toch maar bekende weg, maar ik ga toch vragen over wat voor bedragen hebben we het? Nee, nou, ik zie het al aan je gezicht, maar ik ga hem vragen. Nee, wij noemen geen bedragen, maar wij zijn er wel heel erg blij mee. En daar kan Dolle Vrokstra en de rest van de coaches, we kunnen daar een prima opleiding voor neerzetten. Eén ding nog. Het is een samenwerking met Ajax, Amsterdam, Rotterdam. Je voelt welke kant ik op ga. Het lijkt veel logischer als dit gewoon op Rotterdamse grond zou zijn geweest. Dat je zoiets met Feyenoord, een van de andere topclubs doet. Ja, in het verre, verre verleden, daar praat ik, het is al vaak geprobeerd om één FC Rotterdam te maken in opleiding. Omdat hier wel heel veel talenten in deze regio lopen. Nou, dat is toen die tijd, was toen die tijd nog onder leiding van Rod Baan, die daar voortrekkersrol in heeft gespeeld. Dat is niet gelukt. Er zijn wel gesprekken gevoerd met zowel PSV als Feyenoord om een eventuele mogelijkheid tot. Maar wat ik heb begrepen van ons bestuur, dat heb niet naar het gewenste resultaat geleid. Wat vind je daarvan? Ja, wat ik daarvan vind, ik kijk alleen naar het belang van Sparta en ja, dit is prettig. Ja. En als het anders had geweest, dan had het ook prima geweest.